Iemand kan met een paar lijnen mij iets duidelijk maken, iets zeggen over zijn associatie, zijn gevoel, zijn intuïtie. Ik vond het een uitdaging om alles te kunnen tekenen. En in die zin is alles natuurlijk een gigantische hoeveelheid. Je kunt niet alles tekenen, maar het gekke is dat je alles wat je denkt via een lijn kunt bezweren. Er zijn honderden manieren om te tekenen. Je kan het zelf doen, je kan iets na gaan tekenen. Tengeli heeft gewoon een tekenmachine gemaakt, dus dan hoef je als mens niet eens meer zelf die handeling uit te voeren. Ik begon met dit, dus met de hazen. Dat is een vertrouwd iets, dat geeft dan een beetje houvast. En begin dat dan eigenlijk altijd op te zetten met houtskool en dan kijken of de vorm klopt. En dan vervolgens vul ik dat in met aquarel. En zoals je ziet, omdat hij aan de wand hangt, gaat dat vanzelf natuurlijk ook een potje druipen. Maar dat vind ik eigenlijk wel goed. En dat geeft een bepaalde dynamiek, vind ik, aan de tekening. We staan hier in voor vier kleinere werken die de Pont van mij gekocht heeft. Daarnaast heeft de Pont drie grote tekeningen gekocht. Stap 1 is de rol, stap 2 is het afsnijden papier en dan prepareer ik dat papier, want dat moet dus een hele tijd hangen. En ik probeer dat papier mijn geur op te leggen door een soort raster aan te brengen. En daar ben ik soms 2-3 dagen mee bezig door alleen puntjes te zetten over het hele formaat. We staan hier bij Mediamatic nummer 10 van Tengeli, een heel vroeg werk van hem. Komt uit 1959, maakte deel uit van de grote Tengeli tentoonstelling in 1961 in het Stedelijk en is eigenlijk sindsdien altijd bij ons gebleven. Het is toen ter plekke gekocht. Ja, mijn lievelingsmateriaal is denk ik toch de houtskool, omdat eigenlijk elke tekening die ik opzet, daarmee begint. En het maakt niet uit wat ik teken, maar alles wordt eigenlijk opgebouwd met deze lijn. En op het moment dat die eerste lijn er is, dus op deze manier bijvoorbeeld, dan kan ik gaan zeggen van nou, dat is eigenlijk een goed idee. Dat ga ik nu eens even helemaal met potlood vol tekenen. Ik ben niet een soort streng iemand van ik gebruik altijd potlood of ik zweer bij één materiaal. Ik probeer echt mijn materiaal te kiezen met wat ik wil laten zien. Ik kies papier wat een soort tint al heeft. Dat heeft het voordeel van dat ik naar het licht toe kan gaan, maar ook naar het donker. De soort papier is natuurlijk ook heel belangrijk en de grijn en de korrel en hoe grof dat het is. Als je heel glad papier hebt, nou, dan kun je met pastel niks doen, want dan glij je van papier af. Een pastel waar ik dus veel mee teken, pastel potlood, maar ook pastel krijt en pastel hompen, die je dus echt in grote, dikke stompen kan kopen. Die zwarte lanceringen, ik doe dat dan zo, hè, zoals je in die grote tekeningen kan zien. Kijk, als je dit doet, dan zie je dat er altijd iets van achterblijft. Dus er is altijd dat wegwerken wat je later moet doen. Je hebt dat in verschillende breedte. Dus dit schiet altijd lekker op zo'n groot vel papier natuurlijk. En je hebt ze nog dikker dan deze. Maar wat het verschil is met bijvoorbeeld een potlood is, dat een lijn is die eigenlijk altijd even dik is. Dat heb je met viltstiften nog meer. Maar de bloedeloosheid van een viltstift is net iets minder, vind ik, dan met het potlood. Maar bij het potlood begint het eigenlijk pas te werken als je daar asseringen mee maakt, dus dingen over elkaar zetten. Het maakt eigenlijk niet uit wat, maar dan komt er een zekere dynamiek in een tekening. Mediamatic 10 bestaat voornamelijk uit schroot, oud ijzer. In dit geval dus een klein elektromotortje die kettingjes, die touwtjes aandrijft. Dat resulteert in een eigenlijk onvoorspelbaar trillen van dit potloodje. Dus ik kan er een papiertje in hangen en dan laten trillen. Dan kan ik een
nieuw papiertje ophangen. Ik kan eigenlijk een soort automatische tekeningenmachine laten functioneren. Hij is dus ook echt zo'n kunstenaar die denkt van ja, weet je, dat tekenen is natuurlijk allemaal wel vaardigheid en handschrift, dat noem maar op. Maar het is misschien ook wel leuk om het een keer heel anders te doen. Hij heeft er als kunstenaar voor gezorgd dat er een machine is die aan de lopende band tekeningen kan uitspugen. Echte Tengelies. Al die beelden, die verschillende onderdelen, die wil ik wel van tevoren onderzoeken. En dus er zijn veel tekeningen vooraf die ik maak, kleine tekeningen, om te kijken van hoe ik iets in beeld ga brengen. Ik wil echt goed voorbereid aan zo'n tekening beginnen. Elke beweging die ik doe, die iets afgeeft op het papier, beschouw ik als een tekening. Een tekening is eigenlijk altijd on the edge, hè? Je kunt daar nauwelijks in corrigeren. Je kunt wel sjoemelen en je kunt dingen overplakken en daar ben ik onderhand ook wel mee bezig. Maar in de kern is het directe wat mij dan enorm aanspreekt. En als je fout maakt in de tekening, wat natuurlijk voorkomt, dan is het gummen. En dat deel maken eigenlijk van het werk zelf. Kijk, hier zie je een beetje aangeschoten ree. Maar er zit er nog in achter. En die was er eerder. En die kan ik niet weggummen. Dus dat wordt dan een zoektocht van hoe los ik het dan op. Nou, omdat het met die hardkool heel licht is, dacht ik van de enige methode om het te verdoezelen en weg te werken is door met zwaarder materiaal, in dit geval dus aquarel, dat opnieuw te doen. Nou, dan positioneer ik hem ergens anders. En dan is de afweging van, moet ik opnieuw beginnen, moet ik het stuk snijden, wat moet ik ermee? Maar uiteindelijk dacht ik van, hij is eigenlijk fantastisch. Dat vind ik dan heerlijk, hè? Zo letterlijk die beweging maken. Dat statische van alleen maar, je ziet in de assering dat het eigenlijk altijd alleen maar horizontaal verticale lijnen zijn. En dan vind ik dit ontzettend lekker om te doen, maar ik heb geen idee hoe het er uiteindelijk uit zal zien. Bijvoorbeeld in die zit dat ook, hè? Die, bijvoorbeeld deze vlek. Deze bewerking, het is een hele ander soort motoriek dan dus vanuit de hand of vanuit het schouder of vanuit een bepaalde beweging maken. En dit is ook wel het gebied wat een soort parallel is met mijn werk. Omdat ik zoek in mijn werk naar een soort verhouding tussen het machinale en het motorische. Dus je kunt zeggen, ja, ik vertrouw mijn hand niet of de beweging van mijn hand, want die wordt te virtuoos. En ik ken die beweging te goed. Dus ik heb een soort andere kracht nodig om die te testen. Om die twee tegen elkaar te zetten. En in deze tekening zit dus deze vlek die een hele andere kracht heeft dan bijvoorbeeld of die of die. Wat ik zo mooi vind aan als hij beweegt is dat er iets heel spottends in zit. Hè? Het heeft echt iets heel erg grappigs in de zin van als je dit de hand van de kunstenaar in zou willen zien. Het is echt een karikatuur bijna van het proces tekenen of schilderen. Toch een ambacht, iets wat kunde veronderstelt met tekenen. Om dat juist te automatiseren en weer gewoner te maken, alledaagser te maken. En ja, die alledaagse omgeving is natuurlijk verschrikkelijk veranderd in de jaren 50, 60. In één keer auto's op straat, treinen, vliegtuigen. Deze kunst probeert daar ook een antwoord op te geven en probeert dat ook te reflecteren. Tekenen is een vlieg vangen, dus dat betekent een soort van intuïtieve precisie die je met dat puntje, want ja, tekenen is start vanuit een punt. En je kunt niet zeggen van ik heb een wit kwast en ik zet het even in het zwart op. Dat werkt niet. Dus je moet beginnen, de crisis begint bij de punt. En die punt die kun je dus alles laten doen. Schilderen, daar kun je altijd nog met een laag overheen eventueel. En bij een bepaalde manier van schilderen natuurlijk, maar er is altijd een soort escape. En bij een tekening is dat veel lastiger en moet je die escape vaak op een hele andere manier, zoals in die tekening bijvoorbeeld. Dat vind ik een hele mooie, escape. Een escape kan ook een oplossing zijn. In dat tekenavontuur kom je die tegen. Het is ontzettend belangrijk om op een bepaald moment te kunnen zeggen van nou, dit is wat ik kon, hier ben ik tevreden over, zo laat ik het zien en dan is het klaar. Dan komt een soort punt waarbij de tekening voor zich spreekt en dan kan ik gaan bij wijze van spreken. De tekening neemt het dan over en die dicteert zijn eigen wetten ook. Dat is ook een soort, ik ben niet degene die alleen bepaalt, dat probeer ik wel. Dat vind ik ook het spannende, het is eigenlijk een soort bokswedstrijd ook, een soort match. En de tekening die laat op een bepaald moment zien, zo is het goed en dan draai ik me om en dan kan ik weg.